Kleine compliment. Ik wil jullie heel graag een woord geven aan Albert Verlinde. Dankjewel. Goedemorgen allemaal. Een ontzettend mooie dag. Ik zei net al tegen een van jullie. Ik ging hier vandaag stuiterend naartoe. Ik had zo verschrikkelijk veel zin om te beginnen aan Kleine Blonde Dood. Dat heeft een aantal redenen. Ten eerste omdat we een fantastische club mensen hebben die show gaan maken. Daar zal ik zo meteen iets meer over vertellen. Maar ook realiseerde ik dit weekend de allereerste musical die we eigenlijk helemaal maakten. We hebben natuurlijk Hamelen gemaakt, Doe maar dat waren dan verhalen. En we maakten gebruik van bestaande liedjes. Bij deze productie gaan we voor de allereerste keer een musical maken waarin ook alle liedjes nieuw zijn. En dat is voor ons een enorm avontuur. Het boek, ik zei het al, is in 85 verschenen. De film is in 93 uitgekomen, meteen een gouden kalf gekregen. En natuurlijk ook, moet hier even genoemd worden, want dat is de andere man die er niet meer is en die voor altijd verbonden zal blijven aan Kleine Blonde Dood. Dat is Anthony Kamerling. Maar het is dus eigenlijk toch maar het verhaal van een aantal mensen. Van drie mensen, papa, een mama en een kindje. En de papa is bepaald door zijn papa, die het leven krankzinnig gemaakt heeft voor hem. En gelukkig loopt er ook nog een vriendelijke vriendin doorheen die probeert het een en ander nog een beetje in perspectief te plaatsen. Een van de talenten waarvan je denkt, wauw, dat je dat als productiebedrijf aan je kunt binden. En dat binden is bij ons geen handboei, en dat zijn geen grote stalen bal aan een voet. Dat binden is liefde voor elkaar, liefde voor het vak en samen bouwen aan zowel een theaterproductiebedrijf als aan een theatercarrière. En als je kijkt wat William Spaai gedaan heeft, jullie uiteindelijk na heel veel doorzoeken en het begon eigenlijk de echte doorbraak in de samenspraak met Jim Bakker in Grease. Maar daarna kwam Footloose, toen was je in één keer de musicalman van Nederland. Daarna kwam Mary Poppins bij onze gewaardeerde collega's. En dan kun je zeggen, dan ga ik nog een grote show doen. Nee, Ramses kwam daar achteraan. Toen zei ik, ja, wat moeten we dan doen? Een groot groen bak eromheen, dat was enorm aanlokkelijk. En nu dan Kleine Blonde Dood. Maar ik geef dit even aan, omdat William Spaai, want daar heb ik het natuurlijk over, een man is die het avontuur opzoekt. De Kleine Blonde Dood, een hele mooie rol weer, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Het is zo gek om in de termen mooi en leuk te praten, omdat het natuurlijk wel een pittig verhaal is. Maar ik denk dat Albert had dat heel lief verwoord voor mij. Dat ik probeer altijd als acteur eigenlijk zulke originele mogelijke keuzes te maken. En niet dat je denkt, oh William gaat weer een dans- en zangshow doen. En dan doen we ineens Shrek en dan doen we ineens Ramses en nu weer de Kleine Blonde Dood. En die uitdaging als acteur vind ik ontzettend leuk. Dus ik verheug me er enorm op. Wat zijn nou voor jou het mooie van zo'n zware rol? Want het is natuurlijk heftig. Ramses was heftig. De Kleine Blonde, dat is weer een heftige rol. Wat maakt dat voor jou zo mooi? Nou, het gekke is dat het is de laatste 10 minuten natuurlijk pas heftig. En de 2 uur daarvoor is eigenlijk heel leuk. Klinkt heel erg. Nee, het gebeurt genoeg ook in de 2 uur daarvoor wat ook minder leuk is. Maar je hebt, en dat is natuurlijk ook heel belangrijk voor een stuk. Mensen moeten niet alleen naar de Kleine Blonde Dood gaan omdat ze denken, oh, dit wordt heel verdrietig. Mensen gaan heel veel lachen. En heel veel humor. Voornamelijk door het jongetje natuurlijk. Die is zo ontwapenend. Als een jongetje een grap maakt over neuken en piezen terwijl die 11 is. Ja, dat is ontzettend aandoenlijk. En dat moeten mensen niet vergeten als ze hier naartoe gaan. Je gaat niet, neem je zakdoeken absoluut mee. Maar je mag ook heel veel lachen. Dus dat is wel heel belangrijk. Sowieso typerend dat de vraag is of het boek ooit waar gebeurt. Het is natuurlijk fictie. Hij heeft het verzonnen. Maar het is ooit heel lang gedacht dat het eigenlijk zijn verhaal was. Iedereen dacht, wie is dat kind dan en hoe zit dat dan? En dat heeft hij gewoon weer uit zijn duim gezogen. En dat is wel mooi aan Boudewijn. Die speelt met de tijd, speelt met gedachtes, emoties. En dat is wel dit stuk, ja. Thank you.
Marjolein is eigenlijk iemand die al heel lang bij ons een liedje gedaan heeft, zal ik toch maar even zeggen. En op de een of andere manier was er nooit een klik tussen ons. Dat, ik weet niet wat het was, maar dat heb je soms. Dat je bij die zegt, ja nee, het is allemaal heel erg goed, maar ik weet het niet. En Marjolein die kwam binnen en die deed auditie voor Flashdance. En toen dacht ik, oh jeetje, nou heb ik een probleem, want ik heb ineens twee shows waar ze ongelooflijk goed in is. En dat heb ik toen gewoon gedaan. Je hebt Flashdance gedaan tot gisteren. Heel kort, maar ongelooflijk belangrijk voor die voorstelling. En toen jij auditie deed voor Flashdance en je daar je rol deed, dacht ik, ja, jij moet gewoon hier in de Kleine Ronde Dood zijn. Dus ik ben blij dat je erbij bent. Jij ook, hè? Gelukkig. Mieke, de moeder van Mickey en de vriendin van Boudewijn, van Willem Spaai. Kan je wat meer vertellen over haar rol? Wat is haar rol in de hele voorstelling? Nou ja, ze is dan de moeder van het kind. En eigenlijk is het een vrouw die aan de alcohol verslaafd is. En wel voor het kind zorgt, maar er eigenlijk emotioneel gezien niet voor kan zorgen. Als jij de rol van Mieke zo bekijkt, wat viel jou op? Dat het op zich, ondanks dat ze niet voor de jongen kan zorgen, is het geen nare vrouw. Dus het is wel echt een karakter wat... je hebt natuurlijk verschillende soorten dronken. De nare alcoholistische dronk, maar ook wat zij dan heeft is niet zo na. Maar het is een verloren, eenzame vrouw die eigenlijk heel erg veel liefde te geven heeft, maar gewoon niet weet hoe ze dat moet doen. En ja, wat is er dan in dat, ga ik me dan afvragen, in dat verleden gebeurd? Waarom is die vrouw zo? En hoe ga je dat vormgeven? Maar ja, daar zijn natuurlijk de repetities voor. Maar zo te horen heb je ook voorwerk gedaan. Ja, maar dat hoort natuurlijk ook, hè? Dat moet je ook wel doen, ja. Margeet Boersbroek, nou ook al eerder hebben wij samen gewerkt, een actrice en iemand die ontwapenend is op het podium, die ook ontzettend precies werkt. In When Harry Met Sally, dat was een soort gemonteerde voorstelling, nou ieder moment was raak, dus toen Peter zei, nou ik wil heel graag dat Margeet erbij is, zei ik, ja die begrijp ik wel, dus daar ben je, dankjewel, fijn dat je erbij bent. En dat is toch onderhand de Eminence crisis van de Nederlandse theaterwereld. Gladwijs! Ja. Frans van Duurzen, nou, ongeveer een jaar geleden stond u er ook volgens mij, omdat we met elkaar de Buddy Holly Story gingen doen. En dat is nou zo'n man dat je, dat, en dat roep ik dan toch maar even, dat je in Engeland in een zaal zit of dat je in Amerika in een theater zit, dat je denkt, wow, daar is gewoon, alles klopt daaraan. Hoe iemand acteert, hoe iemand aanwezig is, personality heeft en ook nog eens een keer de intelligentie om het allemaal te benaderen en een gezonde eigenwijzigheid, die we trouwens de afgelopen 2 minuten al meteen meegemaakt hebben. Ik vind het ongelooflijk fijn dat je erbij bent. Ik ook. Dus. Dank je wel. Reiner is de vader van Boudewijn. Boudewijn wordt gespeeld door William Spaai. En Reiner is een door de oorlog getraumatiseerde Duitse Jood die uit Duitsland gevlucht is, in Nederland is gaan wonen. Maar een ongelofelijke tik heeft gekregen van wat er in de oorlog met de Joden onder andere gebeurd is. En daar eigenlijk de jeugd van zijn kinderen ook weer mee bezwaard en bezoedeld eigenlijk. Dus eigenlijk maakt hij van zijn kinderen tweede generatie slachtoffers. Dus het is een heftige man. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik wist natuurlijk van het bestaan van het boek. Ik heb het eigenlijk pas gelezen toen ik voor deze rol gevraagd werd voor het eerst. En ik vind het een schitterend boek. En met name ook met name de verhouding tussen die Reiner, die man en zijn zoon. En de ongelofelijke strijd die dat mee, met zich meebrengt. Dat vond ik echt, dat komt aan, dat komt binnen. Ja. Het is niet even zomaar, dat zetten we niet even zomaar in de coulissen, zou ik maar zeggen. Zo'n een mooie rol, denk ik, die rol van jou. Ik vind het spannend vooral. Het is voor het eerst dat ik zo'n, zo'n dramatisch type op het podium gaan neerzetten. Dus ik heb er wel zin in.